Ik ben hier te gast bij het echtpaar Lubin, de goud- en zilversmid in Rimburg. En deze mensen hadden een heel uitzonderlijke hobby en sport. Dat is namelijk windhonden rennen. Daarom willen we graag een interview met hen. Nou, meneer Lubin, ja. Wie zit hier eigenlijk in de sport terechtgekomen? Ja, dat is eigenlijk gekomen door de schoenpap. Die had destijds een wippet gekregen van zigeuners. Die wou hem kwijt. En zodoende ben ik aan het ras gekomen. Mm-hmm. En wie vuur zeg maar getrouwd zijn en samen woonde. De vrouw Geer een windhond hebben. En toen hebben we ons een windhond aangeschaft, Oetsenne. Oké, okay. Dus het is eigenlijk, de vrouw is eigenlijk degene die... Ja, de vrouw is helemaal gek van hun. Als je er tien zou kopen, zou ze ook leuk vinden. Oké, okay. En hoofdzakelijk windhonden? Hoofdzakelijk windhonden, voornamelijk de Whippet. Oké, okay. En wie lang doordat het eigenlijk dan? De sportdumper van 1980. Ja, 40 jaar. Ja. Oh, 40 windhonden. Ik begreep dat ze net allemaal even snel zijn. Wie trainen die eigenlijk? Die trainen voor meestal door heel veel met te wandelen en vaak met intervaltraining met de belken gooien. Dan gaan we gewoon naar een plaats hoe de grond goed is en zag is. En dan gooien we met de belken een 100 meter met zo'n zwieper. En dan weer aan de riem en dan weer wandelen. Okay. En wie ziet je dan? Wie vroeg? Kent ze aan een hond zie je dat hij snel is? Ja, dan moet het toch wel minimale jaar zien. Minimale jaar? Ja. En dan begint er ook met hem te trainen? Dan beginnen we... ongeveer? Ja, tussen nu gemonde en een jaar beginnen we met trainen. Dan heb ze al gauw in de gaten of je getraind zit. Okay. Waar rennen de hung eigenlijk achteraan? Dat is een soort kunstzaas, zal ik zeggen. Het is meestal gemak van een schopenvaag. Ja. Maar soms, als het hier vies weer is, krijgt de machine dat niet getrokken. En dan lopen ze ook hangen een paar slierten van plastic. Lopen ze ook aan. Ah, oké. Okay. En moet God die dan op een baan trainen of alleen mag? Ja, die gaan voor meestal vanaf nu uit die mond. Gaan voor een baan. Hier is een klein stukje, dan gaat weer. En dan zo helemaal weer. En dan moesten ze leren een start ook. Zeg maar de ganse baan rond te gaan. En wat doet dat is? Hoe is hij bijvoorbeeld een baan in Limburg? Het kortste bier in Limburg is Venlo. Hij is ook de enige in Limburg. Ja. En ja, dan kent ze nog naar Belg. Bij Luuk in de buurt en Beringen. Mm-hmm. En dat is eigenlijk de kortstbijzijnde. En daarnaast ze nog Gelder op. Is ook nog een baan. Is ook nog een baan. Wat ik op die wedstrijden. Ja. De wedstrijden had. Ja. Zit hier dan de enige die voor het welzijn van de hongtoor is, of is er ook nog in het dierenarts of hetzelfde wat in de buurt? Bij internationale wedstrijden moet ieder hond moet gekuurd worden voor de wedstrijd. En die bepaalt of ze moet lopen of niet. Dus als een hond een blessure had en zou dat niet gezien hebben, dan krijgt dat tot de huren en dan mag je niet lopen. Okay. En moet in een honk, mag ik een honk lopen, dat zou zeggen? Nee, als hij snel moet hij bepaalde kwalificaties zijn. Ja, een hond moet een rencertificaat hebben en daarvoor is het benodigd. De huigte, die moet gemeten worden, officieel gemeten worden. Ja. Die moet goed rond, voor het de wedstrijd kunnen lopen. Mm-hmm. Moet hij goed op de baan met andere hun kunnen lopen. En de spuiten moet hij gehad hebben tegen ons al uit. En, dus dat is toch een vrij goede medische controle op? Ja, ja, en er is een jury aanwezig altijd. Oh, ja. Minimaal vier maanden, die dus ook kijken of de hond zuiver loopt. En zuiver lopen wil zeggen, tot er net andere hong gaat hinderen. Ah zo. En is het eigenlijk een goede sport in Nederland? In Nederland is het een vrij goede sport. En Nederland is ook een vrij heel goed land wat goede hongvuur brengt. Oké. Okay. De hong zelf. Ja. Leven die boet of hadden die een hoes? Nee, we hebben alle hun een hoes. En het zijn eigenlijk gewoon gezinsleden. Oh. Zo beschouwen we ze. En had die bepaalde voeding nodig? Ja, speciale voeding. Iedereen had dan zijn eigen mening over. Vuur voor meestal paans, rood vlees en dinner. Ja. En groente en fruit. Oh. De honden, zijn die vrij blessuregevoelig? Nee, een whippet is net zo blessuregevoelig. En een greyhound is blessuregevoeliger, omdat hij natuurlijk ook veel groter is. Mm. En je kunt veel meer kracht op die puurt. Okay.
En zijn bepaalde welke blessures hangt die meestal? Dan wens zijn blessure. Het kan of een spierblessure of in de gewrichtjes. We noemen dat dan bij de tenen, dikke tenen. Ja. En dat wil zeggen dat het bandje van een gewricht gescheurd of gewoon aangetikt is. Oh, en dan moest ze hem rusten. Mm-hmm. En de wedstrijden, zijn dat Durgé, man en Menkes en Valkes? Of wie noemt hier een reu en? Ja, daar hebben ze dus klasses. Daar hebben ze A, B en C klassen in iedere categorie. Ja. En dan hebben ze Whippets, reuën apart en teven apart. En zo is dat ook met die angeraars. Oké, dus overal dus de mannen apart en de vrouwen apart. Ja. Ik heb begrepen dat hier eigenlijk de aanstichter van de ganse zaak zit. Ja, dat klopt. Ja. Hoeveel hun hadden eigenlijk zelf? Op dit moment hebben we er 6. En dat zijn er 2 van 10, 2 van 6 en 2 jonkies van 15 woonden. En alles mannetjes of vrouwen? Alles vrouwen. Alles vrouwen. Zijn het makkelijkste. Wat ik nu in de hoek kan, dat ik denk dat snel is, waar kan ik dat terecht? Kan ik dat ergens opgeven of kan ik ergens gewoon een baan gaan? Of de kind is eigenlijk op verschillende banen goed trainen. Dus als je gewoon inderdaad je minimaal zet en een maand of 10 is, dan kan ze nog een baan gewoon om te kijken of ze het zelf leuk vindt. Vindt de hond het leuk? Ja. En dan kan ze inderdaad beginnen met kleine stukjes en dan kan ze kijken van ja, is dat gaat waar ik verder met kind gaan werken? Oké, en dan geeft ze natuurlijk, dan eerst geeft ze een vereniging. Of moet ze eerst een vereniging, voelt ze überhaupt op die baan kunst? Nou, dan kun je gewoon naar elke willekeurige vereniging stappen. Ja. Die zullen zich met open armen ontvangen en ook inderdaad begeleiden om die jonge hond op te leiden. Mm-hmm. En dan kent ze dan, ze zegt van nou ja, ik vind het heel erg leuk. Dan kan ze lid worden van de vereniging en dan kan ze dan zorgen dat ze die rendlicentie voor de hond kan behouden. En ik begreep dat de man niet alleen geeft. Ik begreep dat jullie hier met gehad. Ja, we gaan samen, dat is onze passie. Ja. Oké. Ja. En is het een dure sport dan? Op zich? Op zich. Is handel in die hung? Dat is dat met kopen of nou, de renwereld is natuurlijk niet abnormaal groot. Ja. Dus de vraag is ook niet abnormaal groot. Okay. Dus we hebben een bepaalde wereld en dan hebben ze toch meerdere lui die aan zijn nestje fokken. Ja. Dus, en dan kunnen ze de hondjes toch wel goed kwijt. Met ze natuurlijk niet weer naast een paar jorgies fokken. Maar zeg je bijvoorbeeld, dan zegt wat verdorie, die hand is niet goeie. Had we eens benaderd van hoe ken ik dan van ik kopen of zo? Is alles inderdaad, is dus een persoon geweest, maar dat kan ik voor jaren geleden. De wou toen dat hij een hondje voor ons kopen. Dat kwam met een hele mooie prijs. Oh. Ja, en ik zag van nee, is niet te koop. Nee, en toen zag ik me, ja, zag zelf maar wat ze wil hebben. Ik betaal wat ze wil. Okay. Toen heb ik gezegd, dat aanbod ga ik niet in. Dat is niet onze aard. Nee, nee. Ja, een hondje is leuk voor op de herrenbaan, maar hij is ook een deel van ons gezin. Mm. En dat verkup ze niet. Nee, goed. Het is echt over huls van deze. Onbetaalbaar. Ja, zo, het zit dus eigenlijk in de sport geen geld. Ook geen gokken of zo. Of gokken. Nee, gokken mag ook niet. Dus er is mag dat gaan niet. Nee, er is eigenlijk niks te winnen. Een klein geldbedrag en de eeuwige roem als ze op het podium staan. Oké, dan kom je hier vanmorgen zien, je hoeft net die shakes door. Want die gaan toch altijd meestal de toppers, wat? Ja. Ik begreep ook de hung. Vinden jullie het schon, het rennen? Ze vinden het geweldig. Ja? Ah. Ja, daar hebben ze eigenlijk zelf niks aan te willen. Ze gaan het start ook in. Is een hok eigenlijk van een blok van 6. Ja. Met 6 hokken. Daar werden de honden in geplaatst. De deurkens gaan toe. En de klep gaat vuren open. En dan gaan ze. Dus de kind zelf helemaal niks willen. Nee. Ze vinden het leuk of ze vinden het niet leuk. Dat is een eigen. Dat is een gewoon eigen. En de Whippet is een jager. Dus de meeste Whippets of windhonden vinden het gewoon geweldig. Nou, en ik begreep ook dat er zeer succesvol zit in de sport. Vanmorgen niet, klaar. Maar dat was een scheld dat zie je, of dat de huur wat er zat van. Nou. We hebben heel veel wedstrijden gewonnen. Ik heb hier een hele serie van eredanken. Dat is dan als ze op het podium morgens komen en dan hebben ze hem gewonnen. En dan hebben ze de eerste prijs, dit rond een eredakje opgehangen. Ja. We hebben. Dit is onze Quinty. 2 jaar geleden Nederlands kampioen geworden. Ja, met het gevolg geen gewoon standaard dek, maar een rood-wit-blauwe dek. Ah. Met een mooie Laurierkrans, daar zit dan het lint omheen. En dat is iets, als dan het Wilhelmus veilig gespeeld werd. Ja, met de grootste.
op het podium. Ja, dan gaan de traantjes toch wel een beetje lopen. Ja, okay. Ja. Maar... Quinty is ook op de Europese in Hongarije. Dat heb ik hier. Ja, de Europese, daar werden 6 ronden van Nederland afgevaardigd om Nederland te vertegenwoordigen. Toen is Quinty hoort ook bij de afgevaardigde en het is zo'n tweede. En dat is dit pokaaltje. Ja, okay, ja. We hebben vandoor gewonnen. Is Quinty tweede op de Europese kampioenschap. Ja, in Hongarije. Ja, ja. Ja, precies. En dat is voor ons ja, van zo'n onschatbare waarde. Ja, dat kunnen we voorstellen. Ja, ja, dus dat is iets wat voor koesteren. Oké. Okay. Ja. Goed, ik ben eigenlijk een beetje door te vragen en had hier nog wat er hier wil zeggen of dat wist te vergeten. Dat gaat ook nog met die heung of dat gebeurt nog met die heung. Een wippet hoeft niet alleen op de renbaan. Een wippet is op zich een hele sociale hond. Ja. Wat de wippet wel vraagt of wilt, heel veel wandelen. Oh. Dus we zeggen heel veel broeden en zet van je kan elke dag lekker grote wandelingen maken. Prachtige wippetje. Op zich zullen toch hele sociale honden. Proper. Ja. Ze houden net van pratsch en reageren vinden ze niet zo heel erg leuk. Dus het is een ras, die moet alleen gecharmeerd zijn van het uiterlijk van de wippet. Het is een rang, slank, las, het soort ras, het soort atleten. Dat is een kwestie van verhaal van smaak. Precies. Dat zou laag zijn. Ja, ja, ja. Maar prima. Nou, wanneer dat het wordt, laat zo zeggen, wanneer er niks meer kwijt wilt. Hartstikke bedankt voor het interview. Heel graag gedaan. En veel succes met de honden. Dank je wel. Dank. Nou mensen, hier ook bedankt. Had gehoord, het was een hele interessante sport. Een heel onbekende sport voor u. Maar wel heel interessant. En hier, tot de volgende keer. Bedankt.